Goedenavond en welkom bij het V-journaal. De Vlaming keert zich massaal tegen massamigratie. Men wil geen extra opvangplaatsen en wil een aftopping van het aantal immigranten dat ons land kan binnenkomen. Na 5 jaar is er nog steeds geen werk gemaakt van het veelbeloofde hoofddoekenverbod dat zelfs in het regeerakkoord was opgenomen. En het Vlaams Belang wil dat de Vlaamse minister-president rechtstreeks verkozen kan worden. De Vlaming keert zich massaal tegen massamigratie. Uit het onderzoek De Stem van Vlaanderen, afgenomen bij om en bij de 750.000 Vlamingen, blijkt dat 78% van de Vlamingen vindt dat er een top moet komen op het aantal migranten dat ons land binnen mag komen. Verder vindt 2 op de 3 dat er geen extra asielopvangplaatsen mogen komen. Wij hebben het over deze cijfers met Francesca van Bellegem, kandidaat op de Oost-Vlaamse Kamerlijst voor het Vlaams Belang. Mevrouw van Bellegem, deze cijfers, wat leren zij u? Die cijfers leren ons eigenlijk helemaal niks. Wij wisten dat al veel langer. Vlamingen hebben genoeg van massa-immigratie en toch blijven er elk jaar duizenden migranten naar dit land komen. Dat moet eindelijk stoppen. Daar moet paal en perk aan gesteld worden. Ja, paal en perk. U brengt ook een boek uit met Tom van Grieken deze week, Immigratiestop. Daar worden dan de concrete maatregelen toegelegd. Zeker, dat klopt. Vlaams Belang heeft echt een concreet plan hoe we een immigratiestop moeten realiseren. Dat is een plan op korte termijn en op lange termijn. Maar het belangrijkste daaruit is eigenlijk dat asiel en migratie terug een nationale bevoegdheid moet worden en dat de EU moet stoppen met zijn bemoeizucht. Hartelijk dank, mevrouw van Bellegem. Migratie blijft de gemoederen van de Vlaming beroeren en zal ongetwijfeld in het stemhokje een doorslaggevende factor vormen. Bij de vorming van de huidige Vlaamse regering in 2019 werd in het regeerakkoord opgenomen dat personen die werkzaam zijn voor de overheid geen uiterlijke tekenen van religie mogen dragen. Ook geen hoofddoeken dus. 5 jaar later is daar nog steeds niets van in huis gekomen. Het Vlaams Belang kaart deze stilstand reeds lang aan. Zo in eind 2023 legde Vlaams parlementslid Sam van Rooij dit nog voor aan minister Somers. Toen het regeerakkoord werd onderhandeld, was er natuurlijk die druk van het Vlaams Belang, die de verkiezing had gewonnen. En onder die druk, onder andere, is er die neutraliteitsverplichting voor ambtenaren, is die ingeschreven in het regeerakkoord. Maar ik denk, minister Somers, dat dat eigenlijk daarin is ingeschreven met zeer lange tanden vanuit Open VLD. En dat N-VA anderzijds dat daar heeft ingeschreven om 1 zeer specifiek probleem te adresseren, namelijk dat er steeds meer hoofddoeken verschijnen achter loketten en bij overheidsambtenaren. Het is er niet ingeschreven als een hoofddoekenverbod. Misschien zou dat beter zijn. Het onderzoek van DPG is intussen gebleken dat maar liefst 57% van de Vlamingen expliciet voorstander is van een algemeen hoofddoekenverbod op de werkvloer. De Vlaming vraagt dus nog meer dan de regering initieel beloofde, maar niet waarmaakte. Het Vlaams Belang pleit voor 1 Vlaamse kieskring en een rechtstreeks verkozen minister-president. Tijdens de verkiezingen voor het Vlaams parlement is er vandaag een kiessysteem in gebruik met 5 provinciale kieskringen en een aparte kieskring voor Brussel-Hoofdstad. Het Vlaams Belang vindt dat er een dringende behoefte is om af te stappen van een systeem waarin particratie overheerst en waarin enkele invloedrijke partijvoorzitters een minister-president kunnen aanduiden. Volgens de Vlaams-Nationalistische Partij druist het in tegen de volkssoevereiniteit. Bovendien zien ze het als problematisch dat een aanzienlijke groep niet verkozen politici plotseling minister kan worden. Voor hen is het belangrijk dat de keuze die kiezers in het stemhokje maken wordt gerespecteerd. Volgens voorzitter Tom van Grieken zou die rechtstreekse verkiezing de Vlaamse democratie en de eenheid van de Vlaamse gemeenschap in de verf zetten en zou het een logische stap in de evolutie naar een onafhankelijk Vlaanderen vormen. Een transparant en representatief bestuursapparaat is waar het Vlaams Belang dus voor pleit. Dit was het V-journaal. Goeie avond en hou het veilig.